Gefeliciteerd met de 2-0 en een prachtig doelpunt. Ik kan me voorstellen dat je er heel blij mee bent, of niet? Ja, tuurlijk. Het is, ik denk dat dit wel een geweldige afsluiting is van het seizoen. Uiteindelijk, ja, we staan niet te juichen in de kleedkamer, want je bent tweede geworden. Maar we zijn wel trots op elkaar van wat we dit jaar hebben gepresteerd. Dus toch wel vrolijke gezichten na afloop. Denk je dat het erin had gezeten of jullie een kampioenschap? Ja, ik had er wel in geloofd eigenlijk. Ik denk dat we hebben het seizoen zelf hebben thuis 3 keer 1-1 gespeeld. En ik denk dat we die alle 3 de wedstrijden wel echt... stonden we alle 3 keer met rust 1-0 voor. En toen hadden we het eigenlijk daarvoor al moeten beslissen. En toen hebben we het in mijn ogen wel een beetje weggegeven. Dus het zat er zeker in, maar... het is niet zo, dus dan is het ook niet zo. Jullie zijn tweede geworden in de Jupiler League. Jullie hebben, ik geloof, 76 punten, bijna 100 goals. Het is eigenlijk sowieso een bizar goed seizoen voor jullie, toch? Nee, precies. Ja, daarom. Dus we zijn ook blij. Maar ja, weet je, ik bedoel, de meeste... Nee, ik denk dat bijna iedereen gewoon echt heel lang in de jeugd al heeft meegespeeld. En we zijn nog nooit blij geweest met een tweede plek. Wat ik zeg, ja, je bent toch wel trots op elkaar en tevreden. Maar om nou echt blij te zijn met een tweede plek, nee, dat is niet, dat is het ook weer niet. Hoe kijk jij een beetje terug op je eigen seizoen? Ja, geweldig seizoen, denk ik. Ik denk dat je vanuit de A-junior, als je dan de stap maakt naar de Jupiler League, het betaalde voetbal. Dat is sowieso heel goed voor je ontwikkeling. En ik denk dat we een geweldig team hebben gehad. En tijdens de wedstrijden als op de trainingen was het een genot voor mij om met iedereen te mogen samenspelen. Ja, wat is het geheim van Jong Ajax dit seizoen? Het geheim van Jong Ajax? Ik denk dat... Pelle Clement, steek zijn vinger op dat hij het geheim is. Nee, maar ik denk dat het geheim is dat we altijd met plezier op het veld gaan. En we willen gewoon laten zien wat we kunnen. En we gaan er naartoe om gewoon goed voetbal te spelen. En ik denk, wat ik zeg, we hebben plezier met elkaar. De trainingen zijn leuk, we gaan gemotiveerd de wedstrijd in. Ik denk dat we elke wedstrijd gemotiveerd hebben gespeeld. En dat is het belangrijkste. Hoe groot is de rol van de trainer daarin geweest? Ja, dat lijkt me logisch dat hij heel groot is. Maar om de trainer nou helemaal, dat is natuurlijk heel makkelijk om te doen. Maar ik denk inderdaad dat, dat we dankbaar mogen zijn dat we hem hebben gehad dit jaar. Het seizoen zit erop. Het is pas begin mei. Wat gaan jullie nu doen? We trainen door tot 29 mei. Dus en we hebben waarschijnlijk nog 3 oefenwedstrijden, dus dat weet ik niet. En verder keihard trainen. En de trainer wil niks weten van vakantie. Hij zegt tot 29 mei zijn we hier om beter te worden. En als je dat niet doet, dan ga je maar lekker weg. Maar iedereen is nog gemotiveerd, dus we moeten nog even. Maar vanavond toch wel even een klein feestje, of niet? Ja, vanavond dan hebben we even rust. Maar goed, morgen zijn we gewoon weer op het trainingsveld. En dus dan staan we er weer.